Het is maandag. Wat ziet eruit? ik heb even een leuk houtje aan met een spijker. Ik vond het wel leuk. Maar ik ben bij Stan wakker geworden. Gisteren heb ik voetbal met z'n allen gekeken. En zijn naar huis gegaan. Was even gezellig. En ja, ik moet vandaag echt de weekvlog gaan editen. De allerlaatste zijn kindersvlog doe ik. En we gaan mijn nagels laten doen. En dat was een beetje chill dagje. Deze week is de laatste week voordat ik weer in Nederland ben. En daarna ga ik op vakantie naar Gerso. Volgende week ga ik op vakantie naar Gerso. Ik ben zo benieuwd. Oh my god. Echt zin in. Nou guys. Weer een dag waarin ik niet heb gevlogd. Alleen. Ik voel me gewoon echt te veel kut op dit moment. Gewoon een privé situatie wat heel erg... energievraag nu. Alleen maar janken. Ik kreeg geen hap door mijn keel. Ik heb vandaag 1 kopje soep op. Ik ga het gewoon helemaal niet goed. Dus dat is een beetje de situatie. Ik heb er niet echt heel veel meer over te zeggen. Maar dan weten jullie dat. Ik ga zo meteen naar Stan. En dan blijf ik er slapen. Hallo allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik werd heel erg fijn wakker bij Stijn. Dat is mijn broer. Bij Stan, gelukkig vanmorgen. Die hou ik zo vaak door elkaar. Zijn broer Stijn heet. Je vriend heet Stan. Ja. In ieder geval. Ik werd heel fijn bij hem wakker. En veel betere dag begonnen. Dus dat is top. Ik moet nu werken. We hebben vanochtend de hele kamer van Stan schoongemaakt. En opgeruimd. Dus helemaal heringericht. Dat is wel gezellig. En toen ging Stan even gezellig met vriend lunchen. En... ik ben toen huis gaan vloggen, edit en even boekhouding gedaan. Dat was heel erg hard nodig. Maar het is nu echt tijd om naar mijn werk te gaan. Dus dat was helemaal top. En morgen ga ik gezellig shoppen met mijn zussen. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Ik ben inmiddels terug van mijn werk. Ik heb net lekker gegeten. Mijn moeder had hamburgers gemaakt. Maar ik had ze met tomaat als broodje gegeten. Ik vind dat zo lekker. Dat doe ik eigenlijk altijd. Eeuw, wat is deze mouwvies? Maar goed, mijn haar is echt altijd... ik heb het vanmiddag echt letterlijk vanmiddag nog gewassen. En het wordt altijd zo vet als ik op de scooter zit door die wind. Het is echt belachelijk. Ik ga even de weekvlog editen. Want die moet morgen online. Want morgen ben ik de hele dag weg. Want ik ga lekker een dagje shoppen in Amsterdam. Met mijn zussen. We zijn echt weer lang niet met z'n drieën geweest. Het is echt ongelooflijk bizar. Morgen is hele gezellige dag. Ik voel het echt niet als zomervakantie. Ten eerste door een beetje door corona. En ten tweede door dit vreselijke weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ja, ik ben vandaag goed opgestaan. En lekker vroeg. In ieder geval, normaal stond ik elke dag om 8 uur op. Maar het lukt me echt niet meer door de vakantie. Dus dan vandaag om 9 uur op. Maar het is beter als de afgelopen paar weken. Ik ga vandaag shoppen met Isabel. Helaas kan Bo niet mee. Want ze is in aanmerking geweest met iemand die positief is getest. Dus het is niet echt heel erg handig. Dus dat is echt heel erg jammer. Maar goed, we gaan Isabel en ik gewoon even samen. We zouden eerst naar Amsterdam gaan. Maar nu hebben we zoiets van, joh, dan gaan we gewoon even lekker naar Hoofddorp. Want ik heb niet eens per se kleding nodig. En Isabel wil een birthday outfit shoppen. Want Isabel is aankomende zaterdag... nou, is al jaar geweest, maar ze gaat aankomende zaterdag vieren. Ik heb nu op het moment dit voor outfit aan. Ik heb deze top van Chiquel. Deze ontzettend leuke pantalon van Bio Session. Schoenen van Naked. En daarover ook een blazer van Naked. Helemaal leuk. Dus dat is een outfit. En ik ga even een koffietje zetten. En dan komt Isabel er denken. Zometeen al aan. Oké jongens, ik ben met mijn zuster. En wij gaan even zelf test doen. Want... we waren dus in Amsterdam en we horen iedereen opeens, niet onze vrienden of zo, maar iedereen. Amsterdam, nu corona. Dus we gaan even voor de onszelf test doen. Ja, want zo gaan we al die winkels in en dan zijn we positief. Ja. Maar we ook niet en ook zijn we met elkaar. Dus ja. Oh, ik vind het zo kietselijk. Ik moet er altijd kaart van niezen. Je moet ook rondjes draaien. Ik durf niet. Ja, maar deze is zo gevoelig, hè, Saar. Nee. Oh. Mijn hele make-up gaat naar de kut. Ja.
Oké, ik ben klaar. Hoe gaat het neus? Oh, je weet mijn neus. Hè? Ja. Ik heb mijn vinger erin, moet ik al niezen. Hoe gaat het open? Nou, ik vind het best zo. Het broekje snot. Dat zou ik niet wezen. Ik heb elke week wel dat iemand corona heeft om me heen. Daar word ik niet goed van. Ik kan wel mijn hele leven in quarantaine gaan. Echt zo. Alright. Oké. Okay. Normaal zitten we hier een mukbang te doen en nu zitten we lekker zelf testen. Oh, waar is het leven naartoe gegaan? Ik word echt lui. Oh, ik heb zoveel paniek. Ik ook. Ja, toen ik het hoorde dat ik zeg maar, dat er mensen om ons heen corona hadden, dacht ik echt van, toen voelde ik me gelijk kut. Ja, ik ben gelijk ziek. Ik ook. Dan voel ik me gelijk ziek, maar dat is altijd zo. Ik zie niet eens iets, niet eens iets lichts. Ik ook niet. Die C is echt heel sterk. Ja. De eerste keer dat ik een zelftest deed, dacht ik echt van, nou, je moet je echt afgestudeerd voor zijn. Ik snap er geen hol van. Nou jongens, we zijn dus in de Zara en hier zijn de fucking paskamers gesloten. Hoe kan je dit maken? Isabel is hier nu echt de jurk aan het passen met de broek. Voor de verjaardag is ze even een leuke outfit aan het shoppen. Ja, is het leuk? Ik weet het niet. Isabel heeft echt een super leuk pak voor de verjaardag gekocht. Bij de Bershka. Alleen, nou, we lopen in de winkels, maar ik vind niet echt dat ik heel veel zie. Ik denk van, ik ga gewoon online echt fucking veel shoppen, denk ik. Nou, je hebt in ieder geval voor zaterdag. Ja, zaterdag heb je alleen nog schoenen en oorbellen of zo. Maar dat kan je wel bij de Zara doen. Ja, doe maar bij de Zara. Daar hebben ze heel veel leuke pakken. Nou, jongens, drie keer raden dat Isabel en ik gaan lunchen. Sushi. Oh, jongens, genieten dit. Dit had ik echt nodig. Ik ook, is echt top. Nou jongens, we zijn helemaal klaar met het shoppen. We hebben heerlijk lekker sushi gegeten. Het was eigenlijk een heel grappig concept. Je moest 11 euro betalen en elke sushi gerechtje wat je moest bestellen betaalde je 1, 2 of 3 euro voor. Ja. Dus eindstand waren we 55 in totaal kwijt. Dus dat was 22,50. Nee, 27 euro nog wat per persoon met drinken erbij. Voor lunch. Gewoon prima. En wel echt, ik heb echt zit fucking vol gewoon. Ik ook. Maar het is wel iets duurder hoor, denk ik. Ja, als je echt avond gaat eten en veel, dan is het wel duurder. Ja. Maar het was een heel raar concept, maar op zich ook wel chill, want je gaat je niet je helemaal... Je gaat minder vol vreten. Ja, je gaat minder vol vreten. Je gaat echt genieten van de stukjes die je hebt, zeg. Precies. En die is wel eens lekker geslaagd, hè? Ja, ik heb echt heel veel gekocht. En ik heb één heel leuk broekje ook wel. Ja, die is ook echt heel blij mee. Alright guys, ik ben inmiddels terug van mijn werk. En ik heb allemaal pakketjes. Ik heb nog een Chiquelle pakket, maar die ga ik morgen laten zien. Ik had nog super schattige sieraden van Purelei extra opgestuurd gekregen. Ik had een samenwerking, maar ik heb nog extra gekregen. Super leuke oorbelringetjes, die ga ik zo meteen even indoen. Oh, dit zijn ook oorbellen. Maar die ga ik denk ik niet indoen. Een armband? Of, oh nee, dit is een hele mooie ketting. Een wat chique ketting. Ook heel erg leuk. Ik ga nu zo mijn spullen pakken. En dan ga ik gezellig naar Stan toe. Echt super lief. Hij belde me net. Hij zegt, Saar, wil je een ijsje? Ik zo, daar zeg ik geen nee tegen. Dus als ik zo meteen bij hem aankom, heb ik een heerlijk ijsje voor me klaarstaan. Het zijn deze ringetjes. Heel erg cute. Daarnaast had ik ook nog een perspakketje ontvangen voor de zomer. Soft stretch broekje. Een lip treatment. Tinted lip treatment. Een spelletje. Ik hou van spelletjes. Op een of andere manier ken ik dit spel wel. Maar ik weet echt niet hoe het werkt. Dus ja, ik kan het wel meenemen op vakantie. En kijken of het leuk is. Dan een boek. Beter laat dan nooit. Een roman is dit. Een super leuke scrunchie. Oh, wat een leuk kleurtje. Haarclipjes. Oh, deze vind ik handig. Dit is echt vet handig voor mijn voorplukjes. Dan een masker. En een zonnecrème. En een bril. Ik denk dat dit een zonnebril is. Van de Little Green Bag. Oh, ook. Oké. Hij is heel huge. Maar op zich kan ik deze wel rocken. Ik vind hem wel leuk. Oh, dit is echt een goede bril, denk ik. Oh, love it. Oh, hier ook van. Leuk, leuk, leuk. Nou, echt superleuk. Perspakketje van FS Agency gekregen. Oh, en trouwens, ik had dit leuke korte broekje gekocht. In de maat 36 bij de Kostes. Ik zal even een foto plaatsen hoe die staat. Maar dat heb ik dus vandaag gekocht. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag
donderdag. Vanochtend wakker geworden bij Stan. Super gezellig. We hadden de nieuwe Disney film Luca gezien. Heel erg leuk film. Echt aanrader. Ik heb namelijk Disney Plus. Ik kwam thuis en er stond echt een mega groot pakket van de Xenos. Hier heb ik echt een vet leuke samenwerking mee. Komt in deze weekvlog nog voorbij. Dus stay tuned. En Naked Sock. Ik ga vanmiddag met mijn moeder samen een Naked Shoplog opnemen. We hebben namelijk voor elkaar items geshopt. En die gaan we elkaar laten zien en passen en dit en dat. Dus ja, dat is echt vet leuk. Deze video staat volgens mij zo online als deze vlog online is. Dus ja, ben je benieuwd of mijn moeder en ik voor elkaar hebben geshopt en zo. Moet je echt zeker de video kijken. En ik kreeg net een pakketje binnen van Trini London. En volgens mij zit dus make-up. Dus ik ben benieuwd wat het is. Ik ga verder ook even de weekvlog van vorige week editen. Oh, dit is voor lips en cheeks. Chill, want ik zoekte dus... Ik zocht nog een cream blush. Dat heb ik eigenlijk niet. En ik zie hier een SPF cream. Dat is ook chill voor de zomer. Dat is deze. Dit is heel chill voor de zomer, denk ik. Met SPF. Oh, dit ziet er echt mooi uit. Wat een goede verpakking ook. Het is trouwens no spon. Oh, maar het wordt... Oh my god, dit vind ik zo cool. Het wordt dus... Het gaat dus kleuren naar je eigen huidskleur. Fijne crème. Het voelt zo zacht. Het voelt... Oh, dit ga ik echt meenemen. Dit wordt echt lifehack op Gerso. En dan heb ik hier dus... Dit is de blush. Oké, jongens, ik weet niet wat het is. Ik krijg het gewoon niet open. Dus ik ga vanavond aan mijn vader vragen of hij het misschien open krijgt. Alright. Holy shit, ik schrik me helemaal dood. Ik had een wekker gezet. Precies nu. Dat ik klaar moest zijn met editen, dat is gelukt. En ik moest hem gewoon klaarmaken. Ik krijg heel vaak de vraag waar deze fles van is. Deze is van Hey You. En deze heb ik gekregen bij een PR pakketje. Dus geen idee. Dat kan ik denk niet kopen. Je hebt heel veel van dit soort flessen die je wel kan kopen, hoor. Dus... Genoeg te vinden online, maar deze denk ik niet. En ik ga mezelf omkleden. Ik heb het potje dus open gekregen. Ik weet niet wat het was, maar ik had misschien hele vette handen van de crème die ik op mijn gezicht had gedaan toen ik het liet zien. Ik ga nu de blush opdoen. Kijken of het mooi is. Het geeft echt een mooi glow. Ik vind het meer een lipproduct als echt een blush, denk ik. Heel plakkerig, zeg maar. Echt zo'n... plak van een ja, lipgloss of lipstick. Maar op zich wel een mooie natural glow. Nu heb ik het echt standaard in mijn dagelijkse routine zou gebruiken. Alright, ik heb me eventjes opgemaakt. Een beetje volumepoeder in mijn haar gedaan. Jullie vragen me altijd hoe ik mijn haar zou doen. Maar ik doe eigenlijk niks voor mij. Ik heb vanochtend al gedoucht, laat opdrogen en ik doe het een beetje volumepoeder in. En ik ga dus nu een video filmen met mijn moeder. Nou jongens, mijn moeder en ik hebben net dus... De shoplog opgenomen. We hebben echt ontzettend veel leuke items. Die liggen hier allemaal. Dus ja, ben je benieuwd wat mijn moeder en ik voor elkaar hebben geshopt? Dan moet je zeker de shoplog kijken, hè man? Heel leuk. Ja, echt kijken. Ik ga even laten zien wat er in de Xenos box zit. Dat heb ik samen ook met mijn moeder uitgezocht. Was leuk, hè man? Zeker. Voor een summer tea party in ons mooie nieuwe tuinhuis. We hebben een soort, ja, hoe noem je dat? Is een soort buitenverblijf? Ja, een soort buitenverblijf, open tuinhuisje. En ik dacht, het is leuk om te decoreren. En daar heb ik dus voor als je een leuk feestje wil geven met mij en met de meiden, gewoon een high tea of zo. Dus heb ik allemaal leuke spulletjes voor. Dus ik zal even laten zien wat het allemaal is. En dan ga ik morgen jullie laten zien hoe ik het ga stylen en decoreren. Oh ja, nou het eerste belangrijkste voor high tea, hè? Thee. Dus dit is lekkere groene thee. Allee, kijk jongens, dit is de eerste spiegel. Ik wil eerst allemaal spiegels aan de muur daar gaan hangen. Dus dit is de eerste. Hartstikke leuk. Okay. Jongens, kijk jongens. Ja, dat zei iemand ook al. Dat ik dat echt vaak zei. Ja, dat moet je niet doen hoor. Wat moet ik dan zeggen? Meiden. Kijk jongens. Ja, wat dan? Zei dat tegen jou dat je dat zei? Ja, gewoon een kijkje bij mij. Ja, ik vind dat heel raar klinken. Wow! Deze is groot. Ja, die is echt mega. Die had ik ook in de winkel gezien. Mega! Die is heel mooi. Wow! Cool, jongens. Ja, dit is echt... Maar, zeg ik het weer, hè? Ik voel die ogen branden. Ja, dit is heel leuk.
Heel mooi. En we hebben echt een hele grote muur daar. Echt zo'n vintage muur. Dus het gaat echt super leuk staan. Dan heb ik hier twee leuke placemats. Dan heb ik hier een leuk kleedje ook. Die ik kan uitleggen over de tafel. Ook om het dus leuk te decoreren. Het is ook echt perfect voor maatje. Kijk. Ja. Heel erg leuk. Zo, dit kleedje is nog best groot. Ja, dat is een groot kleedje. Ja. Kleedje op de grond. Met franjes eraan. Kun je zien? Ja, er zitten inderdaad hele leuke gouden franjes aan. Een mooi rond kleed. Met wit en, hoe noem je dat? Naturel. Ja, gewoon een sisal kleed. Heel leuk, vind ik deze ook. Heel leuk. Een hele leuke theepot. Hoe heet het ook alweer waarvan dit is? Hoe noem je dit? Ja, dit zijn van die Japanse theepot. Gietijzer. Ja, gietijzer. Alleen deze is beschilderd. Ja. Het zijn echt ideale theepotjes. Oh, hij is wel echt heel leuk. Hè? Heel leuk. Oh, wauw. Oh, wat schattig dat dekseltje. Ja, die is helemaal leuk. Helemaal cute. Leuk die, dat handvat ook. Maar dan wordt hij niet heet. Nou, dat is handig. Dan hebben we hier een vet leuke bij. Ga je op kamers? Ja, snel. Neem je dan kijk hoe leuk die is. Hij is nog leuker dan ik dacht. Ja. Hé, maar als we samen iets uitzoeken, dan weet je dat het toch goed gaat. Ja. Kijk jongens, dit is een bijpassende theedoos. Ja, dus eigenlijk gewoon voor een high tea party. Voor mij had. Dat jij een vet schattige theedoos bent. Ja. Ja, dat ook. Oh, hier zijn allemaal glazen. Dit zijn long drink glazen, zijn niet zo bijzonder. Dit zijn gewoon van die beetje bruinige, taupekleurige long drink glazen. Vier. Dit zijn er... Oh my god. Deze zijn leuk. Echt oh, heel mooi, ja, 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 ja. Kijk jongens, dit zijn theemokka met goud. Kijk meisjes. Kijk schatties. En dit, yeah. Hier heb ik er vier van. En ze zijn ook lekker groot. Ik hou even van kleine theemokken. Dat vind ik echt heel irritant. Dan heb ik tussenpassend twee leuke zwarte schaaltjes voor van alles en nog wat. En wat kleinere, grijzere schaaltjes. Dus zit een beetje tussen de theemokken in. Ook heel leuk. En dan heb ik een hele leuke plantenbak. Het is één pluim. Ja, dat wist ik. Oh, ik dacht dat het een set pluim was. Nee joh. Oh, ik kan je zo opdraaien. Tadam. Heel erg leuk. En dan hebben we één pluim. Ik wist dit, maar wat heb ik hier eigenlijk aan? Nou ja, dan doe je het een beetje mengen met andere leuke pluimen. Ik heb heel veel pluimen al. Maar achterin staan ook nog pluimen. Ja. Kijk, hebben we dit leuke vaasje. Waar we dus gewoon een leuke pluimen in kunnen doen. Onder andere deze wat te lang, maar ik moet knippen dan. En dan heb ik dus een set van vier hele leuke schaaltjes, waar je dus van alles en nog wat kan opleggen voor op de high tea. Dus helemaal cute. Nou, ik vind het heel leuk allemaal. Ik vind het een hele leuke geslaagde bestelling. Dus, dit heb ik voor ongeveer 250 euro aan shoptegoed mogen bestellen van Xenos. En ik heb iets super leuks voor jullie, want ik ga namelijk met Xenos een giveaway geven waarin jullie 100 euro shoptegoed kunnen winnen. Maar daar ga ik morgen meer over vertellen als ik alles ga stylen en decoreren. Dus wil je meedoen aan de giveaway, blijf dan zeker even kijken. Alright, nu is het tijd voor een borrel. Ik heb afgelopen december voor mij de Sinterklaasjournaal hier in de buurt gepresenteerd. Voor de mensen die me toen al volgden, die weten dat waarschijnlijk wel. En ik heb daar dus nu nog een borrel van. Het is elke keer uitgesteld door corona. En nu is het eindelijk zover dat het door kan gaan. Ik heb een super leuk item van Naked aan van de shoplog. Met de code Sarah voor 20 krijg je heel veel korting. Namelijk 20% op de hele website. Dus wil je iets bestellen, check it out. Ik heb dus deze ontzettend leuke jumpsuit aan die mijn moeder voor mij heeft uitgekozen. Het is iets wat ik normaal nooit zou bestellen. Maar ik vind het echt ontzettend leuk. Maar goed, ik heb een beetje haast. Ik ben alweer een half uur te laat. Dus ik ga snel door. Alright, het is inmiddels 11:45. Ik ben terug van de borrel. Dat is trouwens echt super gezellig. Ik had die mensen echt vet lang niet gezien bij een half jaar. Het was echt super gezellig om elkaar weer te zien. Ik ga even mijn night routine doen. Ik gebruik altijd twee serums van... Nee, weet je? Dat ga ik nu even niet doen. Maar ik gebruik normaal twee serums van The Ordinary. Maar ik heb sinds
binnenkort deze Kiehl's Cream Eye Treatment met avocado. En ik vind deze ook heel erg fijn. Ik vergeet hem alleen, want ik heb zo'n vaste skincare routine dat je het gewoon een soort vergeet. Ik krijg echt deze alleen maar op mijn TikTok, deze reclame. Dan heb ik de X-Lash. Die ik dus probeer voor een samenwerking. Het is echt gewoon een 5-weekse samenwerking. 5 weken lang ga uittesten. Ik gebruik hem echt elke dag. Dus dat is echt heel goed voor mij. Het zit echt helemaal in mijn skincare. Ik heb dus ook de X-Brow. Ik weet niet wat het is. Ik smeer het ook altijd maar op. Maar gaan dan hier je wenkbrauwen meer van groeien? Want dat wil ik niet. Het is gewoon een eyebrow conditioner. Ik bedoel, het kan niks kwaad. En ik heb ook de X-Lips. Dit is een gloss. Dat je lippen hydrateert. De gewone serum op van The Ordinary. Ik heb de niacinamide 10%. En zink 1%. Ik weet niet wat het betekent, maar ik heb me dit laten aanklaten dat dit goed is. En op zich is mijn huid best wel goed. Ik heb best wel een goede huid. Ik heb bijna nooit onzuiverheden, puistjes. Ik heb er nooit echt last van gehad. Ook echt wat voor gedaan. Maar ik merk wel sinds ik een skincare heb dat mijn huid echt 20 keer beter is. Veel meer smooth. Minder onzuiverheden. Vroeger had ik veel meer last van rode vlekken en puistjes. Ik weet niet, ik merk wel gewoon dat mijn huid veel glowier is. Dat sowieso. Dus, dat was zeg maar mijn verhaal van de avond. Deze is echt zo goed als op. Echt jammer. De Garnier Rose Gold Crème. Ik heb deze ook in een samenwerking gehad, maar dit is echt tot nu toe de meest favo crème die ik ooit in mijn leven heb gehad. Echt een aanrader. Volgens mij is deze wel echt ziek stuk langer geworden. Ik had eerst dus echt totaal geen wimpers. En de laatste tijd zoveel meer vooral als ik ze krul. Het is echt bizar. Dit kan echt niet. Maar ja, ik ga nu even lekker slapen. Good night, guys. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ben al een tijdje wakker. Ik heb mijn skincare routine weer gedaan. Chloe Skin. Ik heb deze top aan van Chiquelle. En ik heb deze nieuwe leuke broek aan. Ook van de Shoplog. Helemaal leuke broek. Speaking of Chiquelle. Ik heb ook een heel erg leuk pakketje van Chiquelle. En ook een kortingscode. Met Sarah20 kun je namelijk 20% korting krijgen. En ik heb weer een paar leuke items mogen ontvangen. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk om even te laten zien nu. Volgens mij heb ik rond de 7, 8 artikelen. En ik heb voornamelijk tops. Ik vind dat Chiquelle heel veel leuke tops heeft. Oké, jongens, als eerst deze two-piece set. Ik vind deze echt te cute voor het leven. Top vind ik heel leuk dat je die kan aantrekken. En de rok zit ook perfect. Ik heb maat S van de top en maat M van het rokje. Of maat 38. Hij is wel een beetje aan de wijde kant hierboven, maar je kan hem gelukkig strikken. Dus ik heb hem wat strakker getrokken. Maar dit is toch heerlijk cute. Oké, dan zijn dit de volgende items. Ik ben echt verliefd op deze top. Kijk hoe leuk dit is. Van achter zit het dus zo gestrikt. Echt ontzettend mooi. En dit is het broekje. Hij is echt best wel goed. Alleen ja, zoals ik met elke broek heb, is het hier gewoon een beetje wijd. Dus gewoon een bikini vulling onder zitten. Dat doe ik altijd bij dit soort topjes. En ja, dat blijft natuurlijk gewoon zitten omdat het best wel strak is. Dus dan zie je niks doorschijnen. Maar dit vind ik echt heel erg leuk. Ook echt leuk samen. Ik vind het broekje echt heel goed zitten. Ik heb dus maat 38. Alleen ja, maat 36 ga ik sowieso niet passen met mijn kont. Op zich ja, kan het wel. En ik kan hem hier gewoon strakker doen. Dit kan ook allemaal wat strakker. Maar ik heb het even snel aangedaan. Ik vind het echt heel erg leuk. Oh my god. Dit topje is ook echt ja, heel erg leuk. Ik heb hem in de maat S. Ja, gewoon niks fouts over te zeggen. Gewoon een heel erg leuk. Mooi topje. Ook echt leuk op elkaar dit. Ik heb hier ook die die bikini vullingen in. Ik vind dit echt heel erg leuk. Oké, ik heb al uitgevonden hoe dit topje werkt. Je moet die draadjes natuurlijk gewoon boven aan je hals zo doen. Ik vind dit veel te bloot. Ja, ik vind dit echt veel te bloot. Het leek net dat ik in mijn BH loop. Dus ik vind hem heel erg cute. Echt ontzettend cute. Maar ik vind dit echt veel te bloot. Ik zou dit nog eerder als bikini top gebruiken, zeg maar. En dan alweer de laatste top. Deze vind ik ook echt ontzettend
ontzettend schattig. Staat echt heel erg leuk. Leuk beige kleurtje. Leuk dat je dit zo kan aanstrikken. Van achter zit het ook heel erg mooi. Het zijn allemaal stuk voor stuk echt ontzettend leuke zomertops. Hele leuke items. Hier ga ik echt veel aan hebben. Dus ja, wil je iets bestellen, vergeet zeker niet de link in de beschrijving te checken. En de kortingscode SARA20 te gebruiken. Jongens, vergeet ik hem nog bijna ook. De body, de zwarte body. Ik heb dus een maat S en hij zit echt perfecto. Ik vind het zo leuk. Let me show you hoe leuk het is met een blazer eroverheen. Dus ik denk dat ik dit vandaag gewoon aanhoud. Heel erg leuk. Oh jongens, ik had zoveel zin in een broodje mozzarella met tomaat en pesto en met balsamico azijn. Dit is toch wat je wil. Alright, boyo, wat zie ik eruit. Ik ben klaar met het editen van de Shein video. En dan ga ik jullie zo meteen nog meenemen naar het tuinhuisje achter. En alles van Xenos laten zien, hoe ik het ga stylen. Ik ben er helemaal enthousiast over. Oké, nou de fun part, de decorating. Ik ga naar achter, we gaan alles decoreren. Als eerst heeft mijn lieve, lieve papa de spiegels al opgehangen. Ik vind ze echt ontzettend gaaf. Bij de muur passen. Het maakt het echt helemaal af. En heb ik deze leuke plantenbak alvast neergezet. En deze leuke plant ingedaan. Dit geeft meteen echt super veel sfeer. Dus ja, ik vind dit echt wel een heel mooi plaatje. Maar ik ga natuurlijk nu deze tafel opmaken voor de Summer High Tea Party. Oh my god, jongens, ik ben obsessed. Kijk hoe cute dit allemaal is. Ik heb dit leuke kleedje dus hier neergelegd. De placemats, de theedoos en de mega gave theepot als middelpunt gezet. Het werd niet als set verkocht, maar kijk hoe perfect deze theekoppen passen met het goud en het zwart bij de theepot. Nou, en die longdrinkglazen, de bakjes, de schaaltjes, het komt helemaal samen. En ja, ik heb het eigenlijk dus helemaal zo gesteld. En ja, ik weer dus binnenkort een leuke high tea gegeven voor al mijn vriendinnetjes. Gezellig. En ja, dit is echt heel erg leuk, jongens. Ik ben helemaal obsessed met dit hoekje. Oh my god, wat leuk. Wat stom van mij, vergeet jullie nog te vertellen over de giveaway. Zoals ik dus al eerder zei, kan je 100 euro shoptegoed winnen bij Xenos. Dat kan je doen, heel simpel. Abonneer op het YouTube kanaal van Xenos. Abonneer op mijn kanaal. En comment hieronder wat jouw favoriete item van de shoplog van Xenos was. Dus het is echt super simpel. Link en het kanaal staat sowieso allemaal in de beschrijving. Dus wil je winnen, vergeet zeker niet mee te doen. Nou jongens, we zitten bij Esmee. Zonder SME. Want die is les aan het geven. Ballet, lesgeven. Oh my god. Misschien ben ik die les. Dit gaat anders, ik kan zo snel stuk gaan. Ja, nou, ik wilde dus de pokeball laten zien die ik al helemaal heb verneukt. Maar... ja, natuurlijk nu lekker mee. Laat even jou eens zien. Yo, dit is allemaal niet meer. Deze is wel prima. Nina die eet hem mooi. Kijk, mooie pokeballs. En we zijn even alles voor de vakantie aan het regelen. Dus komt helemaal goed. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik heb dit superleuke jurkje aan van Shein. En mijn Dr. Martens en mijn tassie. Net weer een test gedaan. En ik ben echt negatief. Dus ik ga zo meteen PCR-test doen voor de vakantie. Voor de zekerheid. Ook al heb ik een vaccin. Maar ik wil het gewoon voor de zekerheid. Ik ga even snel spullen pakken. Want ik ben een beetje laat. De stoep weg. Nou jongen. En er... ja, dat is heel apart. Wij zijn in Alphen, we hebben lekker broodjes gehaald. Niet normaal lekker. Bij de slager, de ridder. En we hebben allebei een broodje carpaccio tapenade. Ik heb nog een broodje benam en jij een broodje filet. Ja. En we hebben net, we zijn er van de zonnebank geweest. Dat is wel te zien. Ja, bij Anne, die is echt mokerbruin. En we hebben even de hele Action leeg gekocht. Ja. Voor de vakantie. Dus we gaan zo meteen even laten zien wat we allemaal hebben gekocht hebben. En even dat broodje eten. Ik heb zoveel honger. Het is letterlijk 2 uur alweer, hè? Warm, tijd gaat zo snel. Maar goed. Het is echt de laatste paar dagen. En dan gaan we lekker op vakantie.
volgende week vlog, jongens. Oh, leuk. Een hele week vlog. Hoe ga je het doen eigenlijk? Ja, het ligt aan hoeveel beeldmateriaal. Ik heb zelf denk ik zoveel. Dan ga ik het gewoon in twee hakken. Ja. Helemaal leuk. Oké, jongens. We hebben echt... Oh, het meest gruwelijke broodje ooit. Lekker broodje benen. Oh, lekker warm met saus. Mmm. Dat is normaal. Ik ben ook echt benieuwd naar die carpaccio. Heel lekker is ook. Dit was biefstuk er thuis. Mmm. Heb ik nou goed iets te zeggen? Beuze. Je zou toch bijna je pincode niet meer weten, omdat je nooit met je... Is dat het laatst? Ja, ik ook. Beuze, hè? Bij mijn zakelijke pas. Oh, die gebruik ik nooit. Nee. Nou, ik krijg helemaal stress. Action Shop vlog. We zouden eigenlijk gewoon even... Ja, ik wilde eigenlijk een droog shampoo. We wilden Action niet eens in. Nee, we wilden niet eens in. Ik zeg, joh, even een droog shampoo. Nou, we hebben allebei twee droog shampoos. Wil ik even meteen uithalen wat voor jou is. Oh, ja. Van Batista. En die waren maar 2 euro nog wel daar. Je had deze twee, hè? Ja. Helemaal leuk. Nou, allebei tandpasta. Colgate was ook nog maar 2 euro nog wat. Bij de kruidvat is echt 5 euro. Bizar. Allebei. Ook allebei hetzelfde. Lemmetjes. Deze zijn echt top. Oh, I love them. Ze zijn echt mijn leven. We hebben even een family box verpleisters gekocht. Weet je, misschien heb je het nodig op Gerso. Het is voor Gerso trouwens. Dan heb ik even shampoo en conditioner gekocht. Want ik heb van Olaplex, maar dat ga ik niet meenemen. En anders heb ik van André Lon, maar die zijn weer heel groot. Ja. Deze zijn wel lekker dun. Dat dacht ik pas goed in mijn tas. We hebben na de beta is het spray. Crème. Wat is het eigenlijk? Crème. Een of andere crème. Ik heb even een kleine make-up remover. Ik had vorige keer die van Garnier mee, maar die is helemaal lek gegaan. En veel te groot. En een mondwatertje. Zodat je even stinkt in je mel. Dan kan je even wat nemen. Nou, dat was het. Dat is ook een cutie kleintje. Ja, dus ook echt een lekker, heerlijk, goed vakantieverpakkingetje. Ja, helemaal leuk. Alright guys, ik ben helemaal opgemaakt. Ik heb mijn haar leuk gekruld in een staart. Het leuke jurkje aan met Dr. Martens. Want Isabel is jarig. In ieder geval, ze was vorige jaar, maar ze viert vandaag de verjaardag. Super gezellig. Dus Bo en ik gaan er gezellig eten nu bij mijn zuster. En... ja, gaan we eten. En ja, ik zeg vanavond een feestje. Dan komt Stan en zijn vriendengroep nog. Hier even een view op de outfit. Tasje hoort er niet echt bij. Mijn docs. En mijn haar. Helemaal leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondagochtend. Stan en ik waren vanochtend lekker wakker om 10 uur. Toen zijn we lekker eten gaan halen. Lekker zijn we gaan ontbijten. Heerlijk zondagochtendje gehad. We hebben lekker aan het water bij mij achter gezeten. Dat was echt top. Ja. Koffer lekker aan het inpakken. Morgen, nou eigenlijk vannacht, vertrek ik gewoon naar Gerso. Dus jongens, jullie gaan bij de volgende week vlog zien. Dat ik in Gerso ben. Ik ga even kijken hoe ik het ga doen. Stel, ik heb heel veel materiaal. Ga ik het in 2 splitsen. En anders maak ik er gewoon 1 dikke vissa weekvlog van. Helemaal zin in. Ik ga nu Anne ophalen. En dan gaan we even spullen brengen naar Leger des Heils. Want ik heb heel veel kleding die ik ga doneren daar. Heb ik wel eens vaker gedaan. En dat voelt echt super goed. En ik ben alleen maar blij om andere mensen natuurlijk te helpen en blij te maken. Nou jongens, Anna en ik hebben net even boodschappen gedaan. En we hebben een bolblauw gemaakt waar je u tegen zegt. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Helemaal summer vibes. Lekker. Heerlijk. Nou jongens, mijn dag zit er vandaag alweer op. En het is natuurlijk ook het einde van de week. Alle spullen staan helemaal klaar en ingepakt. Vannacht ga ik weg naar Gerso. Ja, dit is ook het einde van de weekvlog. Dus bij de volgende weekvlog open ik de nieuwe vlog. En ga ik lekker naar Gersonisos. Dus ja, ik heb er zoveel zin in. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet zeker niet het duimpje, abonneren, follow, everything you know. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doeg!